En dan gaan we dus naar 4 jaar ongeveer zien wat mijn echte haarkleur ongeveer is. Het moment van de waarheid. Gezelschap. Zo, moet juichen. Het is echt fucking vieze stront op mijn raam. Gadverdamme. Ja. Echt knuffelkont. Wat zoek je? Op de neus. Maar er is dus iets, nou ja, gebeurd. Never the one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself lost in all conversations. Hoi en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe weekvlog. Dat is echt mega lang geleden. Ik moet echt weer een beetje inkomen. Ik dacht, goh, oh, ik ben ingezoomd. Ik dacht, oh, ik heb dit al vet lang niet meer gedaan. En deze week heb ik voorjaarsvakantie. Ik weet nog niet wanneer deze vlog online komt. Maar goed, in deze week heb ik in ieder geval voorjaarsvakantie en ik dacht, dan ga ik nog wel wat dingen doen. Ben ik niet alleen maar bezig met school, dus misschien is het dan leuk om weer een weekje mee te nemen in mijn leven. Dus heb je zin in deze vlog, doe dan even een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. Ja, laten we snel beginnen. Ik ga zo even mijn haar krullen, want dit is de 4e dag. Dus ik ga dat even opnieuw doen. En als jullie dit zien, heb je waarschijnlijk al 1 room makeover video kunnen zien. Dus ik ga proberen niet te veel in mijn kamer te filmen, want ja, het is eigenlijk al klaar. Dus die video's die komen hierna er nog allemaal aan. Dus heel erg leuk. Vandaag is het dus maandag en eerste dag van de vakantie. Ik ga straks foto's maken met Mar. En nog even een theetje doen. En ja, eigenlijk niet heel bijzonder. Ja, foto's maken wel gezellig. Ik ga zo ook even wat outfitjes klaarleggen. Deze moet ook op de foto. Deze is echt zo leuk. Dit roze truitje. Die is van Lou Fashion. Ik vind dit zo'n mooie kleur. Ik ben helemaal into de pastelkleuren. Weer de laatste tijd. Helemaal in de voorjaar mood. En ik heb dus gisteren, toen Sanda aan het slapen was, heel veel besteld op Zara, op Bershka, noem het maar op. Dus daar ga ik nog een shoplog van filmen. Allemaal leuke pastel dingetjes. Dus echt zin dat dat binnen gaat komen. Goed, ik ga nu eerst even mijn haar krullen. Met welke ga ik dat doen? Deze. Ik doe dat dus met deze krultang van Formawell. Dit is de Kendall Beauty of Kendall Jenner krultang. Ik heb dat toen in mijn Christmas Get Ready laten zien hoe ik mijn haar krul. Dus dat ga ik nu ook niet doen. Maar wat ik dus nooit deed en wat ik dus heel raar vind dat ik het nooit deed, want het zag er echt niet uit, is dat ik het nooit uitkamde of borstelde. En dat doe ik dus nu de laatste tijd wel, want anders vind ik het echt niet mooi. Dus ja, ik krul gewoon mijn haar en daarna, als het een beetje af is gekoeld, na 10 minuutjes ga ik er met zo'n... Waar is die? Is die nou weg? No! Oh, hier. Met een grove kam erdoorheen. Dus ik ga nu even verder klaarmaken en dan ga ik nog heel veel een thumbnail maken voor de video die vanmiddag online komt. En dan ga ik straks foto's maken met Mar. Oké, ik ga nu alle outfitjes klaarleggen en dan laat ik zo even mijn outfitje zien. Oké, dit zijn de outfitjes die ik mee ga nemen. Dit beige outfitje, deze en deze. En wat ik nu aan doe, ga ik op de foto doen. Nog even kijken welke jas en zo. En waarschijnlijk dit leuke, ja, sjaaltje dingetje. En dat vind ik heel leuk als topje, maar ook voor je haar. Ik heb deze ook in het roze en ook nog in het beige. Heb ik van Shein besteld. Dus misschien dat ik hier ook nog wat mee doe. Maar dit ga ik in ieder geval meenemen. Dit ga ik nu even in mijn grote tas doen. Deze. Dan is dit de outfit die ik draag. Deze witte body is van de Zara. Dit lichtgeel cardigan vestje is van Shein. En deze broek met de split aan de onderkant is van Naked. En dan ga ik alleen nog witte gimponden doen, maar dat doe ik straks wel. Ik ga nu eerst even nog wat eten, want ik heb trek. En ik had dus echt ook heel erg leuk een samenwerking heb ik met Berkeley via Instagram. Dus dat is niet via YouTube, maar ik vind het nog wel leuk om te laten zien. We hebben namelijk echt vet mooie tassen, dus ik heb deze canvas tas nog erbij gekregen. Maar het gaat om deze tas. Namelijk deze. Hoe mooi is deze tas? Kleurtjes zo mooi. Even kijken waar ik het goed kan laten zien. Heel erg leuk voor het voorjaar ook. De laatste tijd eet ik dus als lunch gewoon een volkoren wrap. En dan die TikTok live hack dat je hem hier zo insnijdt.
En dan brie, rucola en walnoten en honing. Oh, dat is zo lekker. Ook lekker op een broodje, hè? Dus dat ga ik nu even nemen. Yay! Ik wil dus de komende tijd eigenlijk vooral... Oh, mijn haar zit nog niet helemaal zoals ik wil. Maar day in the live vlogs doen, want weekvlog, weet niet. Dat heb ik heel lang niet meer gedaan. En ook nu met school en zo. Ik ben natuurlijk wel weer begonnen met school, dus dan... Nou, in corona doe je gewoon niet veel. Gisteren was het dus 18 graden en vandaag wordt het dus ook weer bijna 20 graden. Echt zo lekker. Ik dacht echt dat ik een wintermens ben, maar toen gisteren zo de zon scheen, dacht ik echt nee. Doe mij maar zon. Echt heel erg chill. Maar als je het vraagt, ik heb altijd een paraplu erop voor nou ja, vogels en zo. Kijk eens. Nee, ik ben er maar. Ja, dat dacht ik al. Moet je even naar buiten komen. Dit is zo'n liefie. Ze zijn allebei zo lief. Kijk eens. Oh nee, niet daarheen. Straks heb je naar een Mackie. Wil je de auto dicht doen? Heb ik dat niet? Oh, zo. Maar we kunnen zo wel even naar de Mackie of zo dan, ja. Ja. Daar heb ik ook wel zin in. Corona kilo's erbij, ja. Afvallen, ja. Nee, ik ga vanaf morgen weer bij 212 outdoor. Ja, papa en mama hebben vandaag voor het eerst een garage rijden. Niet helemaal gesloten. Ja, dat zal. Ik heb ook echt 2 maanden niet gespoord. Dus dat ga ik ook krijgen, denk ik. Ik had het gezelschap. Ik heb nu dus dat... truitje aan. Echt heel erg leuk vind ik die, dat kleurtje. Ik weet niet of je het een beetje kan zien. Niet echt. Het is niet echt handig gewoon voor als je beweegt. Ik ga naar de Mac. Even, want hoe laat is het eigenlijk nu? Het is 5:05. Wat gaan we eigenlijk halen? Wat wil jij? Of een McFlurry of een milkshake of zo. Even wat drinken. Ik heb ook wel honger eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Even een klein snitje met een milkshake. Oh, lekker. En drinken. Gewoon, kijk wel. Dus dat gaan we nu even doen. De foto's zijn gelukt. Ik hoef eigenlijk nog maar 1 outfitje. Hoeft niet per se. Zou leuk zijn. Dus dat is top. Oh. Alsof ik wimperlijn moet. Hi, ik ben nog heel vaak kijken hoor. Momentje. Geen probleem maar. Ja, zeg maar. Mag ik een McFlurry met M&M en karamelsaus? Ja. Milkshake vanille. Milkshake vanille. Mag wel een grote natuurlijk. Middel. Middel. Ja. En, 2 keer kip 6. Hoeveel? 2. 2 keer kip 6. Kip nuggets. En dan wat is je veel saus bij gehad? Ja. Ja, lekker. Dat nog? Nee, dat was hem. Wordt dan 10,95 €. Mag er dan eerst eraan? Is goed. Boeieruut. Ja, boeieruut. Oh, mijn telefoon zit nog steeds. Zo doei. Oeh, topgevoed. Is goed. Oh ja. Het is helemaal zo. Oeh, moet juichen. En is zo klein. Kijk dan. Ja, dat is. Wist je dat niet? Nee, maar hij was normaal altijd hier gevuld. Kijk, hij is gewoon heel ver. Ja, stelletje oplichterij. Oh, dit vind ik echt. Dit vind ik echt oplichterij. En waar is mijn karamel? Heb je geen die wel, een klein beetje. Nou, dit vind ik echt oplichterij. Dit vind ik nou, echt oplichterij. Ga gewoon weer terug. Ga gewoon naar de McDrive. Je kan dus op de McDonald's app kun je je geboortedatum aanpassen. Kun je elke keer gratis dingen krijgen. Hebben Sander en ik ook gedaan? Nee, hebben Sander en ik ook gedaan. Echt heel erg eigenlijk. Dus jongens, niet doen. Gratis McFlurry. Oplichterij van verloren. 1 keer gedaan, houden. Als je dit ziet, weet je dat je lekker hebt geslapen. Het is dus vandaag dinsdag. Ik zit er niet uit, maar ik zit heerlijk in bed te chillen. Al de hele dag, eigenlijk de hele middag. Omdat ik dus een vrij dagje vandaag heb en dan neem ik het er ook van. Er zijn er 2 pakketjes binnengekomen. Eentje van de IKEA. Dit komt in een verhuisvlog. En de andere van de Bershka. Deze. En daar ga ik een apart
shoplog over filmen. Dus daar, die video komt nog online als jullie dit zien. Ben ik nou weer ingezoomd. Dus ik ga nu nog heel even, ik ben nu ook bezig met mijn foto's van mijn mobiel. Ga ik overzetten op een stickje. En dan ga ik ze allemaal verwijderen van mijn mobiel. Want ik heb echt zoveel foto's. Echt van 5 jaar terug heb ik de foto's nog op mijn mobiel staan. En mijn iCloud en alles is de hele tijd vol. Dus het wordt tijd om dat eens over te zetten. En dan verwijder ik de rest allemaal van mijn mobiel. En dan heb ik gewoon helemaal een frisse start. Dus daar ben ik nu mee bezig. Maar dat duurt al echt heel erg lang, dat overzetten. En straks ga ik me klaarmaken. Even douchen. En ik word gebeld. Wacht even. Wat zei je? Hoeveel pallets moet jij hebben? 8. Ik denk 8. Ja, maar je moet 2 hebben, wil je graag? Ja. Natuurlijk eerst een terugvinden. Dus dat. En dan ga ik me zo even klaarmaken. En naar oma. Want ik ga lekker naar oma toe. Ik heb oma al heel erg lang niet gezien. Echt super stom natuurlijk door corona en zo. Maar ik wil haar nu gewoon weer zien. Oma wil mij ook heel graag zien. En dan gaan we gewoon op afstand. Ja, geen knuffel helaas. En dan ga ik daar eten. Dus heel erg gezellig. Heel erg veel zin in. Maar dat doe ik vanmiddag allemaal. Het is nu namelijk 2:50. En ik denk dat ik rond 4 uur ga rijden. Het is zo leuk. Ik heb een stickje dus gevonden. En daar staan allemaal oude filmpjes op. Want eigenlijk heel grappig. Mijn oma die vlogde vroeger al. Mijn oma die filmde echt alles. En dat vonden wij vroeger altijd heel irritant. Maar echt heel leuk om terug te zien. En zo zie ik echt zulke leuke filmpjes. Ik zou een paar laten zien. Ik ga echt niet veel doen. Want ja, dat duurt gewoon heel erg lang. Maar het is zo grappig. Hier had ik zwemles. Of afzwemmen. En ik zag net toevallig deze in het ziekenhuis. Echt... Toen lag ik een maand in het ziekenhuis omdat ik mijn bovenbeen gespleten had. Die was gebroken. En toen zat ik aan pinnen vast. Even kijken of je dat een beetje kan zien. Ja. Even kijken. Oh, dat is echt wel heel leuk. Laat eens even zien. Ja. Even kijken. Leuk, hè? Vind je dat leuk, Flora? Vind je dat een goed idee? Want toen ik 4 was mijn elleboog gebroken en toen ik 6 was mijn bovenbeen dus. En toen lag ik dus helemaal aan zo'n pin en zo. Maar het is zo ja, grappig om al die filmpjes weer terug te zien. Het is echt lachen. Ik ben me even aan het opmaken en ik ga zo even naar Kruidvat, want ik wil nog wat dingen halen. Maar dat gaan jullie in deze vlog nog wel zien. Maar ik krijg dus heel vaak de vraag welke highlighter ik opdoe. Even kijken. En dat is dus deze toevallig van Momo. Hij is zo mooi. Waarom focust hij niet? Nude paletje. Zo mooi. Echt een tipje. Ik zal eventjes laten zien. Ik breng dat dus aan met deze van mijn Boozy Shop. Nou, dan ga ik er gewoon in. Zo mooi. Ik hou echt van highlighter. Dit is zonder. Dit is met. Tipje. Ik zal even snel mijn outfitje nog laten zien. Ik heb dit colletje aan van Chiquelle. Die heb ik echt al heel erg lang. Trouwens, ik vind mijn haar ook als ik het heb gekruld de tweede dag het mooist. Want dan zit het zo, ja, uitgezakt. Dus dat wil ik niet zeggen. Deze broek, leren broek, is van Zara. En deze schoenen zijn van Fila van Naked. Dit is een tasje van Valentino. Ik ga nu naar oma toe. Echt zin in. Lekker eten. En ik ga eerst nog even een bloemetje halen. Gewoon gezellig, leuk bloemetje. En dan ga ik ook nog even wat anders halen. Maar dat gaan jullie deze vlog nog zien. Waarschijnlijk hebben jullie het al in de titel gezien. Dat ga ik ook nog even bij de Kruidvat halen. En dan ga ik naar oma. Goed verhaal. En daarna ga ik naar Sanne en dan ga ik daar lekker slapen. En ik neem deze geweldige canvas tas van Berkeley mee. Ik vind hem echt top. Echt super leuk. Oh, het is zo stom eigenlijk, want... Nou ja, alles zit natuurlijk dicht. Dus ik heb een bloemetje gehad bij, nou ja, supermarkt, zeg maar. Mijn oma en ik houden echt van bloemen. Oma vooral, die ging altijd bloemstukjes maken en zo. Dus kom ik daar met een boeketje van de supermarkt. Ik moet zeggen, dat is niet erg. Maar er was bijna niks meer. Dus dan is het allemaal een beetje... Hè. Maar ik heb dus deze. Het gaat ook natuurlijk om het idee, hè, jongens. Deze. Maar goed, hier staat de prijs. Dat is een beetje lullig. Dus... Dan moet ik heel dat ding er even afhalen. Want dat kun je er niet zomaar afhalen. Maar goed, het gaat om het idee. Gezellig. En ik heb eventjes bij Kruidvat. Nou ja, deze gehaald. Het was 1+1. En ik zag dit bij Esmee. En ik dacht, dit ga ik ook proberen. Het gaat namelijk na 3 keer wassen eruit. Die bruine mousse. En dan lijkt het net alsof je bruin haar hebt. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe het mij staat. Want mijn eigen haarkleur is zo bruin.
als het maar kan. En ik heb dat denk ik al 3 of 4 jaar niet gehad. Dus ik heb geen idee hoe het me nu staat. Dus ik dacht, dat gaan we gewoon testen. En ze hebben dus nu, dit zag ik ook helemaal op TikTok en zo, die haarmaskers voor 50% van André Lon. En die heb je dus ook in een bruine kleur. Maar ik dacht, dan doe ik deze bruin. En stel, het is echt fucking lelijk, dan ga ik heel vaak wassen. En dan ga ik het daarna met deze doen. Dit is namelijk asblond en zomerblond. Nou, ik heb nu asblond, dat heb ik al van mezelf. En zomerblond, dat iets gelerige, vind ik ook wel tof om een keer te proberen. Dus heb ik in ieder geval die ook nog. Als dat helemaal mislukt, dan bruine. Het is 4:15, is ongeveer een uur rijden als ik geen file heb. Het is 4:10. Dus ik hoop daar om 4:45 te zijn. Dus ik doe even een podcastje aan. Als jullie trouwens tips hebben voor, of aanraders voor leuke podcasts, let me know. Ik luister nu van Lens Cave, die vind ik heel erg leuk. Maar die heb ik allemaal al geluisterd. En nou ja, Kai en Monica. En die van Kai. En op Brain Balance. Ik luister al best wel wat. Maar ja, tips zijn altijd welkom. Dus ik ga nu rijden. Oké, top. Het is me gelukt om dit ding eraf te halen. Dus dat is top. En er zit echt fucking vieze stront op mijn raam. Gadverdamme. Weer op de film. Nee. Bruno. Cool. Modelletje. Lekker cakeje. Bij oma en Brunotje erbij. Gezellig. Ja. Ja. Echt een knuffelkont. Lekker. Aardappel, slaatje, beenham. Alle hectiek ben ik mijn camera vergeten. Oh, deze ochtend. Sanne die moest werken. Oh, ik zie er ook uit. Ik heb dus gesport. Sinds 2 maanden weer. Maar Sanne moest werken. Dus hij had zijn wekker. Nou ja, die moest om 7:30 gaan. En op een gegeven moment toen was het al best wel licht. Dus ik werd wakker. En toen dacht ik, moest die wekker niet al gaan? Dus ik keek op de mobiel. Het was al 8:00. Ik zei, Sanne, je wekker is niet gegaan. Dus helemaal haast. Want hij moest om 8:00 op het werk zijn. Dus, nou ja, goed. Toen ging ik mij omkleden. Want ik zou om 9:00 gaan sporten. Ik doe dus crossfit. En dan moest je gewoon buiten sporten en zo. Nou, dus ik was maar, zeg maar, ik dacht, nou, ik blijf nog even liggen. Ik heb nog alle tijd. Op een gegeven moment dacht ik, nou, ik ga uit bed. Even mijn kleren aandoen. Want ik had sportkleding meegenomen, althans. Dat dacht ik. Was ik mijn sportlegging vergeten? Had ik 2 topjes meegenomen in plaats van een topje en een legging? Dus ik dacht, shit. Nou, dikke stress. Dus ik snel naar huis rijden. Want het is ook niet dat Sander heel dichtbij mij woont of zo. Het is toch een kwartier rijden. Nou, haast, haast, haast. Dus, nou goed. Ik heb gesport. Ik ben helemaal blij mee. Ik moet eigenlijk mijn haar zo wassen. Omdat het wel een beetje vettig is. Dus nu zit ik te twijfelen of ik straks al die bruine spul in mijn haar ga doen. Want gisteren was de persconferentie. Was trouwens ook heel gezellig met oma. En we mogen dus weer naar de kapper en naar de nagels. Dus ik heb gelijk een afspraak 3 maart voor mijn nagels. En voor mijn kapper word ik vandaag gebeld. Dus ja, misschien voor een weekje gewoon even bruin voor de grap. Dus misschien dat ik dat straks wel ga doen. Want op zich heb ik vandaag wel tijd. Ik ben nu bij de car wash. Want mijn auto die mag na de sneeuw wel weer even opgeknapt worden. En zit schijt op mijn raam. Dus dat gaan we even eraf wassen. En dan ga ik naar huis lekker ontbijten. Want dat heb ik ook nog niet gedaan. En dan ga ik mijn haar denk ik bruin maken. Zo, ik sta nu in de badkamer en ik moet mijn haar wassen en douchen. Ik zit trouwens helemaal onder het haar als je je afvraagt wat dat is. Dat is dus haar, maar ik heb mijn konijnenhok schoongemaakt en ze lekker in de ren gedaan. Ik heb namelijk 2 rennen nu en eentje is echt heel groot. Dus die heb ik nu lekker op het gras, want het is super lekker weer. Dus ik ging even lekker hun haartjes kammen en zo. En ja, het valt allemaal uit. Maar goed, dit is dus nu mijn haar. Het is... ja, gewoon blond. Ik heb gewoon best wel blond haar. Dat heb ik geblondeerd. Al een paar jaar. Maar goed, uitgroei natuurlijk. Dat ik niet naar de kapper kan. En ik moet zeggen, normaal heb ik het wat assiger. Wat, ja, nog wat anders. Omdat ik dan geregeld naar de kapper ging om het bij te kleuren. Maar nu heb ik het denk ik al... september was denk ik de laatste keer dat ik het heb geverfd. En toen heb ik het ook nog niet eens geknipt. Ik denk dat ik het 1 jaar niet heb geknipt. Maar goed, als het stijl is, dan is het echt tot hier. Echt heel erg lang. En over, nou ja, 3 weken ongeveer ga ik naar de kapper. Dus ik dacht, dan kan ik nu wel even die koelmoesjes gebruiken. En dat was dus 2 plus 1, dus daarom heb ik er 2. Maar mijn zus zegt, als je van blond naar bruin gaat, dat je dan je haar groen wordt. Dus ik dacht, oh shit. Maar aan de andere kant denk ik, ja, maar dit is niet echt verf, toch? Ik bedoel,
Ik heb Esme even gevraagd en zij zegt na één keer wassen was het bij mij al weg. Dus ik denk niet dat het groen wordt. Ik bedoel, met echt verf snap ik het, maar dit is volgens mij niet echt verf. Hier staat voor wat het wordt en ik denk dus bij mij dat. Dus we gaan het zien. Oh mijn god, wat ga ik mezelf aandoen. Bij Esme vond ik het zo mooi staan. En ik zag net een oude review van Rebecca. En haar haar werd gewoon rood. En dat zat na 2 weken nog in. Dus nu ben ik wel een beetje bang. We gaan zien of het gaat lukken. Ik ga het erin doen. Ik laat het intrekken en dan ga ik het gewoon wassen. Want ik moet het wel gewoon wassen. En dat wil ik gewoon. Ik ga het niet de hele tijd inhouden of zo. Waarschijnlijk doe ik het weer helemaal fout. Dat doe ik ook, dat weet ik. Ik ga nog 1 review kijken. Zo'n video. Janette heeft het ook gedaan. Ik ben Janette. Oké, ik ga het toch even volgens de regels doen. Bij Janette zat het er echt super mooi uit. Ik heb me even gedoucht en nu ga ik mijn haar kammen en dan ga ik het indoen. En dan gaan we dus naar 4 jaar ongeveer zien wat mijn echte haarkleur ongeveer is. Ik ben ook heel erg benieuwd wat jullie ervan gaan vinden. Ik heb dus ook geen handschoen. Ik ga daarna gewoon echt ziek goed mijn handen wassen. In de hoop dat het niet bruin wordt. Maar ja, doodeng. Doodeng, doodeng. Ja, we gaan doen. Oh. Oké, Floor, het gaat eruit. Als het goed is. Het is ook best raar dat je dit in moet laten. Het voelt zo stug. Ik heb zo'n onderbuikgevoel dat het super rood wordt. Ik spoel hier net wat weg. En het spoelt gewoon een rode vaas weg. De helft gaat ook niet weg gewoon. Het zit nog best wel goed erop. Moment van de waarheid. Oké, ik heb het al een klein beetje gefeund, maar het is dus nog steeds wel blond. Ik kan op zich dit hele flesje opmaken en erin gaan doen, kijken of dat helpt. Maar ik ben er bang voor. Ik denk dat het wel zo blijft. Het is goed regenen. Dus kijk hoe erg oranje het is. Oh my god, ik heb er dus echt 2 lagen in gedaan. Of 2 lagen, ja. Ik heb het eerste laag toegefeund, toen weer nat gemaakt, toen 2e laag. Heel dat flesje opgemaakt, want het pakte dus eerst niet. Maar nu heeft hij wel gepakt. En het is echt, zeg maar, niet donkerbruin, maar heel subtiel bruin. Heel mooi eigenlijk. Oh. Ik zit nu echt te denken van, wat ga ik doen bij de kapper? Ik heb nog nooit zo'n kleur gehad of zo. Het lijkt misschien op beels, een beetje beels. Beeld een beetje paars, maar dat is het dus niet. Hij is wel assig bruin, maar dat vind ik juist wel heel erg mooi. Niet dat het zo roodbruin is. Oh, ik heb echt rode. Ik heb altijd rode oren. Laat me zeker weten wat jullie ervan vinden. Blond of bruin? Ik moet zeggen dat ik bruin wel mooi vind. Zeg maar deze kleur bruin is niet donkerbruin. Dat staat mij denk ik niet. Maar deze kleur bruin vind ik wel heel mooi. Maar alleen wel als ik make-up op heb. Ik denk... Als ik geen make-up op heb, dan vind ik het een beetje bleek maken. Want dan heb ik ook niet echt heel veel wenkbrauw. Ja, let me know wat jullie ervan vinden. Oké, ik ga nu even aan mijn zus laten zien. Kijken wat zij ervan vindt. Wat vind jij ervan? Oh, wel mooi. Ja, hè? Ik dus ook wel. Lijkt een beetje meer op mijn haar. Op jouw haar? Jij hebt nog best wel blond nog. Ja, maar ik ben oorspronkelijk een beetje... Ja, precies. Buiten. Ja, let me know wat jullie ervan vinden. Oké, mijn zus zegt dat ik gewoon lowlights moet gaan verven. Dus niet 1 kleur. Ik zou het ook nooit echt 1 kleur doen. Maar dat het gewoon highlights en lowlights, zeg maar. Zodat je nog wel een beetje dat donkere hebt, maar ook dat lichte. Dus ja, ik denk er nog even over na. Ik ben ook heel benieuwd wat jullie er dus van vinden. Ik weet dus niet, op beeld lijkt het gewoon paarsig, maar het is dat niet. Ik heb... wat foto's en dingen verwijderd van mijn, nou ja, mijn bio. Maar echt superveel. Ik heb allemaal dus overgezet naar mijn stickje. Maar nog steeds is mijn opslag in zo vol. Maar meer apps kan ik ook gewoon niet verwijderen. Nou, allemaal ellende. Dus ik twijfel nu heel erg. Want ik heb 128 gig en 200 gigabyte iCloud. En alsnog werkt het allemaal niet of zo. Geen idee. Oh nee, 50 gig iCloud. Maar ik twijfel dus nu heel erg om... iPhone 12 Pro Max te kopen en dan 256 gigabyte. Nou, deze heb ik nu een jaartje. Dit is de 11, 128 gigabyte. Want normaal redde ik het daar wel mee, maar nu dus niet meer. Maar ik heb dus deze en hij is nog helemaal mooi.
geen krasje of iets. Dus ja, ik kan nog best wel voor wat meer verkopen, zeg maar. Als ik dat wil doen. Maar ik moet nog even kijken, want ik wil dan de gouden en die is uitverkocht. Dus dan moet ik allemaal nog even kijken hoe ik dat allemaal ga doen. Maar ik dacht, ik ga even een Zara pakketje laten zien die vandaag binnenkwam. Ik heb allemaal basic itempjes. Als allereerst dit buckethetje. En hoe leuk is deze? Echt, ik vind hem zo leuk. Dit is die tie-dye. En bij de Bershka heb ik dus ook een bestelling geplaatst. Die staat hiernaast. Dat hebben jullie volgens mij wel gezien. Maar daar ga ik een aparte shopblog van filmen. Maar daar heb ik alleen maar kleurdingen besteld. En ook heel veel tie-dye. En ik dacht, dit is leuk. Ik heb ML. Want ik heb gewoon echt een heel groot hoofd. En zelfs deze past me nauwelijks. Maar ik vind het dus wel grappig. Maar hij zit super strak. Oh mijn god, moet je nagaan met een ML. Dat is toch belachelijk hoe groot hoofd je dan hebt. Maar kijk hoe leuk. Ik vind het zo leuk. Ik weet niet zo goed of ik het model zo mooi bij mij vind. Omdat ik dus zo'n groot hoofd heb. Eigenlijk is die dus te klein. Nou goed, ik heb ook geen zin om dat terug te sturen eigenlijk. Maar goed, dat is dus deze. En ik vind die kleurtjes leuk. Dan heb ik nog deze besteld. Want deze was echt rete goedkoop. Hier staat 4,95. Maar volgens mij was die echt maar 3 euro. Namelijk een baby roll shirt. En dit vind ik altijd handig om te hebben. Gewoon een basic. En deze. En deze vind ik ook heel erg mooi voor in de zomer. Deze bralette. En die heb ik in een S. En ik ga het eventjes passen. Omdat ik gewoon heel benieuwd ben hoe het staat. Oh, en die kost trouwens 9,95. Dit is de artikelcode. En de artikelcode van het roze shirtje is dit. Moet je even een screenshot maken. En die van die bucket. Het is deze. Die kost 12,95. Nou, dit is het baby roze shirtje. Gewoon heel erg simpel, heel basic. Maar echt heel leuk kleurtje vind ik hem. Ook leuk als je hem zo onder je BH gaat doen. Zo. Een beetje gepoft. Dan is die ook heel erg leuk. Maar ja, gewoon chill. Nou, dit is toch vrolijk? En dan de bralette. Die vind ik ook echt heel erg mooi. Vooral met een wijde witte broek of zo. Goedemorgen. Het is donderdag. En vandaag is niet zo'n leuke dag eigenlijk. Ik ga zo even douchen. Ik heb namelijk weer getraind net vanochtend. En gisteravond was Sander hier nog. Hebben bed gemaakt. Maar dat zien jullie wel in de verhuisvlogs. Of ik noem het heet het verhuisvlogs. Ik bedoel die room makeover video's. Maar er is dus iets... Nou ja, gebeurt. En helemaal ellende. Helemaal kut. Echt, ik vind het echt niet leuk. Namelijk, mijn konijntjes zijn aan het vechten met elkaar. En het zijn dus twee voedsters. Nou, heel ingewikkeld verhaal. Komen ook niet uit hetzelfde nestje. Maar uiteindelijk heeft mijn fokker echt te weinig informatie gegeven. Want ik wist allemaal bepaalde dingen niet. Nou ja, nu zijn ze dus aan het vechten. Nou ja, vooral Nala, de bruine. Naar Simba toe. Dus vannacht hebben ze apart geslapen, zeg maar, niet bij elkaar. Want ja, ze vreten elkaar nog net niet op. En nu, vanochtend heb ik ze weer even bij elkaar gedaan. En toen heb ik even bij gestaan. Nou, toen ging het een beetje goed. Ze waren een beetje aan het snauwen, maar niet zoals gisteren. En nou, toen ben ik dus gaan sporten. Nu net ben ik weer terug. Even gelijk kijken, maar ze zitten nu ook heet het apart. Volgens mij mogen ze elkaar echt niet meer. Echt ellende. Dus ik heb de een in de buitenren en de ander in het hok, zeg maar. Nou, dus nu... heb ik ook een afspraak gemaakt bij de dierenarts. Daar gaan ze morgen heen. Want ik zag ook bloed. Of ik zag iets. Nala had bloed op haar neusje en op haar vacht. Heel klein beetje. Maar dat was niet van Nala zelf. Want dat was van Simba. Want ik heb Simba nu apart in een ren. En ik zie op de steen de hele tijd wat bruinigs liggen. En ik weet niet wat het is. Ik heb er ook niet zoveel verstand van. Dus gewoon naar de dierenarts. Dus morgen ga ik met ze naar de dierenarts. Dat wordt ook nog leuk. Want dan moet ze in één zo'n... Ja, vervoersbak ding. Ik wil nog even kijken hoe en wat. Maar waarschijnlijk ga ik ze dus sowieso laten checken of alles nu goed is. En steriliseren. Zodat hun hormonen wat getemder worden. En dat ze wat rustiger worden. Maar ik ben er bang voor. Wat we nu moeten gaan doen is dat ik... Er zijn zeg maar twee opties. Of ik moet er dus eentje weg doen met pijn in mijn hart. Echt, ik kan er echt niet over nadenken. Want hoe kies je daar nou uit? En een rammetje voor in de plaats. Een gecastreerde. Want dat gaat dus vrijwel altijd goed. En ik heb toevallig ook al bij een dierenopvang, een soort asiel in de buurt, in Zwolle, een hele lieve gezien. Dus ik heb al contact met hen opgenomen en zo. Dus hun gaan mij hierbij ook helpen. Of ik ga ze allebei houden en alsnog een rammetje erbij. Dus dat ga ik zien. Ik heb straks, ik ga nu even douchen. Ik heb straks een psycholoog gesprek
Die heb ik 1 keer in de 3 weken nu. En daarna ga ik naar papa. Dus dat is mijn update op deze donderdag. Zo, ik heb me even opgemaakt. En ik heb nu dit outfitje aan. Deze blouse is van de mannenafdeling van de H&M. Dit topje is van Chiquelle. En deze broek is van Naked. Ik ga nu even lekker buiten in de zon een beetje met school bezig. Want ik moet nog wat opdrachtjes doen. Daarna heb ik dus psycholooggesprek en dan ga ik naar papa toe. Dus dat is wat ik ga doen. Er zijn echt heel wat pakketjes binnengekomen en ook wat voor het nieuwe bed. Maar ook een pakketje van Chiquelle. En ik dacht, die ga ik eerst even openmaken. Ik heb ook een kortingscode voor jullie. Die zou ik hier even in beeld zetten. Mijn mobiel ligt naar beneden en daarop kan ik dat allemaal checken. Dus geen idee. Maar hier in beeld de kortingscode en ik zal de linkjes in de beschrijving zetten. Maar ik mocht weer wat bij Chiquelle uitzoeken. Echt heel erg leuk. Nou, als allereerst deze. En deze volgens mij, oh, one size. Hij valt lekker groot, maar ik vind deze zo mooi. Ik ben dus helemaal weer into de gewoon vestjes en zo. Ik heb dat nooit echt leuk gevonden, maar om het dan te dragen zoals ik eigenlijk nu met de blouse doe. En dat is deze witte vest. Heel erg mooi. Ik vind dit net wat anders dan die standaard die we allemaal hebben. Omdat hij van die mooie knoop ook heeft. Dat is deze in een one size. Dan dit hemdje. Deze vind ik ook heel erg mooi voor in de zomer. Of gewoon nu met een vestje of zo. Namelijk dit ja, topje. Hij is wat langer dan een crop topje. Ik vind hem echt heel erg mooi. Hij is een beetje beige. Deze. En deze heb ik in een one size. Hij valt wel wat groter. Maar echt super mooi. Ik hou van die bloemetjes en dingetjes. Dan dit shirtje. En deze vind ik ook echt super vet. Deze heb ik in een maatje S. Hij valt lekker groot. Echt, I love it. Heel erg mooi. Heel groot. Lekker oversized. Love it. Ook leuk in de zomer als je bruin bent. En dan als laatste. Oh, wauw. Heel mooi. Oh, dat wist ik niet. Dat hij gouden knoopjes had. Dit basic beige topje. Maar hij heeft dus gouden knoopjes. Echt super chic zit dat er eigenlijk uit. Dankjewel Chiquelle. En check even de kortingscode en de links in de beschrijving. Heel erg blij mee. Mijn nieuwe mega kussens zijn binnen. Echt super chill. Goedemorgen trouwens. Het is vrijdag. Ik ga me zo klaarmaken. Ik heb al lekker gedoucht. Maar er kwam dus, die kussens kwamen naar binnen. En nog wat. Namelijk van Asholes. Heb ik een samenwerking mee via Instagram. Zo'n leren broek met een split in het, ja, een beetje witachtig. En deze hele mooie groenige wikkelvestkleur. Echt, I love it. Ik denk dat ik dat straks lekker aan ga doen. Ik ga zo naar de dierenarts dus. En nu ga ik me even daarvoor klaarmaken. En daarna komen Lisa, mijn vriendin, en Sander. En dan gaan we gewoon gezellig met z'n drieën. Sander is natuurlijk hoort een beetje bij mijn huishouden. Bandjes doen, gezellig eten bestellen. Dus dat is vandaag de planning. Lekker weekend. Morgen ben ik gewoon met Sander nog. En s'avonds gaan we ook een 3-gangen diner maken. En zondag ga ik naar mijn vader. Dus dat is dit weekend echt heel erg leuk. Heel erg veel zin in. Ik ga me nu klaarmaken en dan naar de dierenarts. Vandaag draag ik deze broek weer. En dit, ja, een soort sweatshirtje van Shein. Volgens mij was hij van Shein. Of Savoel, weet ik niet meer. Niet of het kan. Ja. Oh ja, visje, hè? Ja. Het is zaterdag. En dit blijft denk ik niet staan. Ik heb net even een leuk douche opgehaald van Lotus. Bij Lily. Echt heel erg leuk. Ik ga hem even openmaken. Een blouseje van Lovies bij Lily. Mijn oude kledingwinkel waar ik heb gewerkt altijd. Heel erg. Wow. Niet heel handig dit. Heel erg leuk printje. Dus die heb ik gehaald. En nou gaan wij even naar de supermarkt. Gaan we wat eten halen. Kippelingkraam was heel druk. Dus we zijn gestrand bij de McDonald's. En we gaan even wat halen. Ik weet dus nog niet zo goed wat. Of een McFlurry of een burgertje. Nog even kijken. Maar ik heb volgens mij sowieso vet veel gevlogd deze dagen. En ik moet weer even de verhouding weer terugkrijgen van een weekvlog. Dat je niet alles filmt in een dag. Want dan worden die weekvlogs super lang. Dus vandaar dat de video wat langer is. Wat zoek je? Portemonnee. Lekker. Oh, dus ja, oh, we zijn al lang aan de beurt. Shit, ik weet niet wat ik wil. Shit. Ja? Veggie McChicken. Een veggie? Ja. Oreo. Ik hoef er niet en een allebei, kleine cola. Ik hoef er niet per se allebei, maar het maakt niet uit. Wat? McFlurry en een burger. Ah, nee, dat was chic. Oh, mijn huid ziet er best goed uit. Ik gebruik dus de laatste dag of laatste weken een andere dagcreme. Lekker! Nee. Maar ik gebruik dus de laatste tijd deze. En die is dus voor mijn huid echt heel erg goed.
Maar goed, wij gaan nu lekker even wat eten. En dan ga ik ook even de vlog afsluiten. Want hij is echt super lang volgens mij. Dus bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Laat zeker weten als jullie dat vaker willen zien. Maar goed, laat zeker weten of jullie vaker weekvlog weer willen zien. En dan zie ik jullie tot de volgende video. Doei!